een paar honderdduizend fietsers kent Amsterdam sinds kort ook een wielrijder. Of beter gezegd een eenwielrijder. De 16-jarige lyceïst Lex Hofman. Tal van mensen staan elke dag weer even stil als Lex voorbij komt. Vaak ligt hij dan aan de kop van een machtig peloton van medescholieren. Hij zit bijzonder vast in het zadel. Zolang het wielerwonder zonder bel, zonder remmen, zonder licht en zonder stuur geen gevaar oplevert voor het verkeer, kan de politie hem niets maken. Dit rijwiel heeft overigens nog een paar prachtige voordelen. Het kan maar één lekke band krijgen en het kan gestald worden in de douchecel.